Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ben vandaag met... Sinterklaas. Hallo Sint, hoe is het ermee? Goedemiddag. Ja, heel goed. Wat doet jij zo wel in heel het dagelijks goed. Leven? Ja, niks. Een beetje aan mijn lul trekken en de fietsen commanderen. Oh, dat doe ik. Van mijn rust genieten voordat ik weer naar Nederland ga. Dat doe je goed. Nou... Wij gaan vandaag een spelletje spelen, genaamd Tricky Blocks of zo. Ja toch, Tricky Blocks. Tricky Towers. Tricky Towers, dat is allemaal hetzelfde. We gaan gewoon meteen beginnen. We hebben geen idee wat we moeten doen. Oh, jij moet ook op X drukken, denk ik. Oh, sorry. Let's go. Een beetje af. Hoppakee. Ja, maakt niet uit. Spelinfo. Oh, daar zijn de spelers. Oké. Nou, en nu? Oh shit, ja, het wordt gewoon een soort Tetris of zo, denk ik. Oh, met de R2 kun je dus. Shit, het valt er gewoon af bij mij steeds. Controller zit vast in die baard. Kom op. Oeh, deze gaat zoeken. Deze is stabiel. Of toch niet? Nee. Maar er stond dat je dus met toverspreuken of zo andermans torens kunt laten instorten, maar hoe dat dan werkt, weet ik niet. Oh, nee, dat bommet er elkaar, joh. Hoe dan? Hoe blijft dit nog staan? Ja. Oh shit, nee, kijk, nu valt alles stort in elkaar. Flikker toch iedere keer weer. Nou, alles valt weer naar beneden. Echt zo'n spel voor stoute kinderen dit. Ja, precies. Huh? Ja, maar dat... Ik ben een soort bliksemschicht en dan sloopt hij mijn eigen... Dan sloopt hij mijn eigen ding. Wat heb ik daaraan dan? Wat een kutspel. Ik krijg echt schimmel tussen mijn benen. Nee! God, daar gaat mijn hele stapel. Ja? Oh... Ben je trots op de Sinterklaas? Ja, heel trots. Jij krijgt deze in je schoenen. Trofee verdiend. Wedstrijd winnaar. Yes. Oh kut. Hij wiebelt heel. Nee! Je moet hem ook nog... Oh, kijk. Wat heb ik nou weer dan? Wat is dit? Oh. Ja, wat een gezeik, man. Kut. Daar ging je heel de toren. Oh, en nu is het scheef. Kut. Dit is een peperdood situatie. Tovenaar uitgeschakeld. Maar uit. Ga zo waar door dan? Waarvan? Ja. Wat is dit? Wat een kutspel. Je hebt wel weer gewonnen. Ja, maar ja, ik heb ook een paar honderd jaar om ervaring. Hoezo blijft het huis van bij mij ook staan? Waarom staat er ineens van host wisselen ofzo? Dan denk ik door mijn slechte verbinding in Spanje ofzo. Zullen we de video maar beëindigen, Sint? Ja, doe maar, want dit is niet normaal. Het is maar goed dat we geen goed spel aan het spelen zijn, want dan hadden we dus niet eens kunnen spelen. Want in 10 minuten, nog geen 10 minuten, 5 keer eruit gegooid. Ik weet niet waar aan het ligt, dat is het ook. Ik ben geen techneut. Ik heb geen idee wat er nou de hele tijd misgaat. Maar maakt ook niet uit, want ik ben toch wel beter. Dat is wel duidelijk. Bakken zouden, Sint. Bakken zouden. Nu gaat het te ver. Ja, maar dat is wel waar. Nou, people. Ja, we moeten... Laat ons zien. Welke game wij samen moeten spelen. Welke game moet ik de volgende keer mee onze goede oude Sint spelen. Ik zou zeggen, laat het achter in de comments. En misschien ga ik het wel met Sint spelen.
Ja, als het maar in die, ja, catalogus staat. Als het in de PlayStation catalogus staat. Want wij zijn... Ja, die PlayStation... Wat is dat, de PlayStation Extra of zo? Volgens mij wel, weet ik het allemaal. Ik heb geen idee. Maar Hey, ik zie jullie de volgende keer. Maar weer. En Sinterklaas, laat gaat worden. U nog even zwaaien? Ja, ik zwaai. Dag, kinderen. Dag.